Nu zijn alle dingen van u, o God, alleen. Goedemorgen, beste luisteraars en kijkers. Vanmorgen mag ik weer het woord voor u brengen in uw huiskamer. En ik wens u een aangename luisterstemming toe. Onze hulp is in de naam van de Heer onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft en van Jezus Christus, in wie God zijn geliefde tot de mens geopenbaard heeft, in verbondenheid met de Heilige Geest, die ons inspireert en leidt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik hou u voor vanmorgen de dagwoorden. En die zijn gehaald uit Matthäus 6, vers 8. De 20e zondag na Trinitatis. Hij heeft ons bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Is de weektekst gehaald uit Micha 6, vers 8. Vandaag is zondag 13 oktober. De dagtekst is gehaald uit Genesis 50, vers 20. Jozef zei tot zijn broers: gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Jozef zei tot zijn broers: gij hebt wel kwaad tegen me gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. En het leerwoord gehaald uit Lucas 6, vers 28. Zegent wie u vervloeken, bid voor wie u smadelijk behandelen. Zegent wie u vervloeken, bid voor wie u smadelijk behandelen. En het bijbehorend gezang. Ik wil nimmer iemands nadeel zoeken, schoon hij mijn nadeel zoekt. Mijn vijand wil ik nooit vervloeken, of schoon hij mij vervloekt. Zachtmoedig wil ik hem bejegenen, al dreigt hij. Dreig hem niet en scheld hij mij, ik wil hem zegenen, omdat mijn Heer het gebied. Tot zover de dagwoorden voor vandaag, zondag 13 oktober. Thank you.
mogen we nu onze offergave brengen aan onze Heer en Heiland, van wie we alle goeds mogen ontvangen. Hij heeft ons gezegend de hele week en we geven hem dat deel dat hem toekomt. Amen. Mogen we ons hoofd buigen om God te danken. Trouw God en Vader, wij danken u Heer dat wij, Heer, voor uw troon mogen komen en onze offergave mogen brengen aan u, o mijn God. Heer, dat deel dat u toekomt. We danken u voor gezondheid, voor wijsheid en inzicht om te kunnen arbeiden, omdat wij mogen ontvangen en u te geven voor het werk van uw koninkrijk. Vader, dank u wel. Wilt u zijn met het ieder, o mijn God, in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is gehaald uit Lucas 6, vers 27 tot 32. En daar staat: wees goed voor iedereen. Jezus zei tegen de mensen die naar hem luisterden: je moet van je vijanden houden. Wees goed voor de mensen die je haten. Spreek met respect over de mensen die je uitschelden. Bid voor de mensen die je slecht behandelen. Als iemand je een klap in je gezicht geeft, draai dan je hoofd naar de andere kant. Dan kan hij je nog een keer slaan. En als iemand je jas afpakt, geef hem dan ook je hemd. Als iemand iets van je wil hebben, geef het hem dan. En als iemand iets van je pakt, vraag het dan niet terug. Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wil worden. Stel dat je alleen van je vrienden houdt. Verdien je dan een beloning van God? Nee, want ook slechte mensen houden van hun vrienden. Amen. Vader, we danken u voor dit woord dat we met elkaar mogen delen. Dank u dat u het bent die tot elk hart spreekt, o mijn God, door uw woord en door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Wees goed voor iedereen. Is makkelijker gezegd dan gedaan, hè? We zijn mens. Weet u, God doet alles vanuit liefde. Alles doet hij vanuit liefde. En het kan niet anders. Als we de Heilige Geest hebben ontvangen, moet er liefde in ons hart zijn. Maar kunnen we echt lief hebben? Kunnen we echt lief hebben? Gewoon uit onszelf. Kan dat? Ik weet het niet hoor. De Heer vraagt van ons de vijand te zegenen. Ai boy, moeilijk. Als maar de man zijn, dan moet toch mijn blessing. Dat is een beetje moeilijk hoor. Wanneer we het Oude Testament lezen, dan merken we dat er zoveel oordeel en geweld is. En dan ga je nu naar het Nieuwe Testament en dan leren we over de liefde. Over die liefdevolle God. Maar daar heb je gezien in het Oude Testament zoveel geweld. Maar in liefde, in Jezus zien we die liefde. Grote wereldleiders zeiden vaak, en zeggen tot nu toe, dat het een goddelijke roeping was om mensen af te slachten.
in verdedigend standpunt toch. Te do desani, te do desani, de je wanko karga da afisi. Maar de rokoso. En eigenlijk zouden we een pasklaar antwoord hebben voor die mensen, moeten hebben voor die mensen. We moeten die bolwerken breken. Dat moeten we doen. Wanneer ze hun mond open doen, dan zeggen we ze, anerokoso. God in het Nieuwe Testament is net als de God van het Oude Testament. Voor liefde. Zo lobby. Weet u in Spreuken, zegt de Heer, als iemand honger heeft, geef hem te eten. Maar Heer, hebt u die gezien dat ik bijna niets heb? En dan moet ik nu geven. Wat eet ik dan om 5 uur middag? Ik heb niets om te eten. Hij wijst ons hoe je met iemand moet gaan, om moet gaan, die je haat. De persoon mag je niet en toch moet je de persoon iets geven wanneer die erom vraagt. Toon liefde aan je vijand die het nodig is. Wanneer je het Oude Testament leest, leer je hetzelfde wat in het Nieuwe Testament staat. Geef liefde. Geef liefde. Koester geen wrok tegen mensen. Nee, at die bron. Omdat je tegen. Omdat dat doe je aan Sani. Heb je het naaste lief als jezelf. Wat je wil dat de mens je doet, doe hen ook zo. Want God is liefde. En hij vraagt van ons dat wij dat ook doen. En we weten ook dat Jezus de opdracht gegeven heeft aan zijn discipelen. Aan zijn volgelingen. Geen wraak nemen, maar uw naaste liefhebben als uzelf. We moeten God liefhebben met geheel ons hart, met geheel ons verstand. Dat vraagt hij van ons. God liefhebben en je naaste als jezelf. God in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament is de God van liefde. Hij is ook rechtvaardig. Hij oordeelt over het kwaad. Natuurlijk, je kan niet iets doen. Bij no one kies je straf. Ik kies straf, want ik doe ook niet. Toch? Ik doe arki. Vele mensen denken, eigenlijk was het anders in het Oude Testament. Dan in het Nieuwe Testament. Nee, helemaal verkeerd. Kijk wat er staat in 2 Thessalonicenzen 1, vers 3 tot 7. Vrienden, ik dank God altijd voor jullie. Ik kan niet anders, want er is een goede reden voor. Jullie geloof wordt namelijk steeds sterker en jullie gaan steeds meer van elkaar houden. Ik spreek in alle kerken vol trots over jullie, want jullie houden het vol. Om te blijven geloven, ook al worden jullie vervolgd en ook al zijn jullie in moeilijkheden. God heeft besloten dat jullie het waard zijn om bij zijn nieuwe wereld te horen. En jullie laten zien dat dat een juist besluit is. Want jullie houden vol,
ook nu jullie moeten lijden voor zijn nieuwe wereld. God straft en beloont mensen op een eerlijke manier. Hij zal jullie onderdrukkers straffen. En hij zal jullie die nu onderdrukt worden samen met mij bevrijden uit alle moeilijkheden. Dat is gehaald uit 2 Thessalonicenzen 1 vers 3 tot 7. Wanneer we dat lezen, dan gaat het om de wederkomst van Christus. Hè? Onthoud u dat. Paulus zegt, Christus zal met vlammend vuur, zal hij recht verschaffen over hen die God niet kennen. Die het evangelie niet gehoorzamen. De woorden van Paulus, die hij tegen ons zegt, omdat hij van ons houdt. Verzoen je met God, lieve mensen. Verzoen je met God. En laat me u zeggen, er is genade voor elke zondaar die zich bekeert. Er is genade. Denk ook aan Nineveh, de stad Nineveh, waar Jona de boodschap moest brengen. God wist dat die stad goddeloos was. De hele stad kwam toen tot één keer. Al de mensen zijn tot één keer gekomen. En God spaarde de stad. En hij vraagt vandaag ook aan ons. Hier in dit land, kom tot één keer. Kom tot één keer, beste mensen. Wanneer we teruggaan naar het Oude Testament, praat God zo vaak. Hij praat zo vaak tot het volk. Omdat hij geduldig is en hij vergeeft. Hij is een rechtvaardige God, zoals ik eerder zei. Een rechtvaardige God. Vandaag aan de dag zien we ook dat wereldleiders opstaan. En gewoon steden bombarderen. Gewoon. Maar de Heer zegt, bekeert u. Bekeert u. Beste mensen. Wat de Heer wil, niet dat één persoon verloren gaat. Bekeer je. En weet u, deze boodschap waar de Heer zegt, heb elkander lief. Heb elkander lief. Zegt hij aan ons als gemeente, als ons kinderen die de Heer kennen, zegt hij, vertel de boodschap door. Laat de mensen weten wie ik ben. Paulus zegt aan de mensen van Athene, bekeer je. Nees de kroetu kroetu kosi kosi constant. Madrai libi me gado kan broko doro in you libi. Zodat hij alle den bita fasi, alle den ati bron fasi. Dat ik kan moto in you en dat nanga lobby. U kan goda nga makandra moro fala. Weet u, God die de zonde oordeel is in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Maar het kruis is om mensen te redden. Daarom als je de man Tico voor kan redden, ik was maar die ik kom naar een kruis.
God is genadig. God is geduldig. God is barmhartig. En alles aan zijn gade takken, hij ori staan. Laat je niet misleiden, maar bekeert u. Stel het niet uit. Bekeert u, waardoor u die liefde kan geven aan een ander. Bekeert u. Jozef zei tot zijn broers: gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ter goede gedacht. Draai liefde. Dat alles zal niet. Sasma be prakseri. De wan doen aan jou. Of zal de be tak abra jou. Dat doro afasi van je denken. Afasi van je tjari serefi. Dat het heel anders is. En dat ze mogen zeggen. Dat wat hij of zij heeft, wil ik hebben. Ik wil het hebben. Want er is iets goeds daar en ik wil het hebben. Heer, help mij. U vraagt van mij dat ik lief heb. U vraagt van mij dat ik vergeef. Help mij. Tegen dan, wie mij vervloeken, dat ik moet bidden, ook voor hen. Heere, dank u wel voor deze woorden die u deze ochtend tot mij spreekt. God is liefde, juich ons harte, en bedankt wat liefde doen. Dat hij ons zijn ziel gestuurd heeft, om ons zonde te verzoenen. God is liefde, juich ons harte, en bedankt wat liefde doen. Dat hij ons zijn ziel gestuur het, om ons zonde te verzoen. Hij wat eerste lief gehad heeft in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God geboren, uit die bron van liefde leef. Juich ons harte en bedank wat liefde doen. Dat hij ons zijn ziel gestuur heeft, om ons zonde te verzoen. Hij wat eerst lief gehad heeft in liefde ons vergeet. Nou kan ons zijn God geboren. Uit die bron van liefde leef.
wat sy seer gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons begeer. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leer. Uit die bron van liefde leer. Uit die bron van liefde leer. Hy wat het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron Lars Hoogbergen. Trouwe God en Vader, ook deze morgen, Heere, hebt u tot ons willen spreken door uw woord. Soms zijn de dingen hard. Maar Vader, uw geest spreekt tot ons en overtuigt, o mijn God. En we buigen ons, o mijn God, voor u. Hier zijn wij, Heer. Hier zijn wij. U zegt, u staat aan die deur en u klopt. Ja, Heer. Kom in ons hart en leid ons leven zoals u dat wil. Verander ons, o mijn God. Omdat wij leren lief hebben, o mijn Vader. Zoals u ons lief hebt. Neemt u volkomen over. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Vragen wij u dat. Amen.